Walter Boutersen, kleinzoon van ex-president Desi Boutersen, is dood aangetroffen. Het ontzielde lichaam is aangetroffen in een woning aan de Basaltstraat. Het ontzielde lichaam is levenloos aangetroffen met een schotverwonding. De politie heeft de melding ontvangen en is toen gelijk naar de plaats gegaan voor onderzoek. Diverse eenheden zijn belast met het onderzoek. TBN Prime Alert die kan ook gelijk meedelen dat heel wat personen, familie, vrienden die Walter Boutersen hebben gekend, maar ook anderen uit nieuwsgierigheid, die zijn er geweest aan de Basaltstraat om polshoogte te nemen. Wat wij ook verder kunnen aangeven is dat het toch wel behoorlijk druk is geworden en het onderzoek in de woning toch heel lang heeft geduurd. We begrijpen dat de politie de melding in feite kreeg van een zelfmoord aan de Basaltstraat. Er zijn nog geen andere details bekend.